Uit onze berichtgeving blijkt dat de ombouw veel meer kost dan tot nu toe bekend is. Dankzij een kostenoverschrijding van 175 miljoen euro loopt de eindafrekening op tot bijna 500 miljoen. De gemeente Rotterdam ontkent dit en spreekt van een overschrijding van 90 miljoen euro. Mijn vragen die ik heb gesteld, die willen wel meer uitleg van waarom zit het zo in elkaar. En op welk moment kan ik bijvoorbeeld als Tweede Kamerlid ervoor zorgen dat dit project toch wordt bijgestuurd. Die mogelijkheden zijn wat mij betreft onvoldoende geweest binnen de Hoekse Lijn. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Dat is ook een project wat enorme kostenoverschrijdingen met zich heeft gebracht. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar de uitleg van de minister. En ik vind dat we meer momenten moeten inbouwen. Dat volksvertegenwoordigers iets over een groot project wat veel geld kost, wat belastinggeld kost, moeten kunnen zeggen. Laçin wil ook weten hoe het nu zit met een eventuele schadevergoeding aan overslagbedrijf Vopak in Vlaardingen, waar naartoe nog steeds geen goederenvervoer per spoor mogelijk is. Die afspraken waren bij mij niet bekend, dus dat is ook onderdeel van de vragen die ik heb gesteld. Ik ben heel erg benieuwd naar wat die afspraken met Vopak dan zijn, of ze openbaar zijn, of ik ze ook mag inzien. En of deze constructie van een bedrijf wat schade leidt door vertragingen die optreden, of dat ook normale gang van zaken, zoals dat ook bij andere projecten gebeurt. Het Kamerlid is blij dat er vanuit de lokale media aandacht is voor het project. Ik vind het een hele goede zaak dat dit soort onderzoekscollectieven, journalisten, erin duiken en uiteindelijk momenten naar boven halen. Bijvoorbeeld het laatste moment waarop hierover is gesproken, dat is over het budget in 2014 uit mijn hoofd. Nou, dat is toch 5 jaar voordat de lijn is gaan rijden. En als in die tussentijd overschrijdingen plaatsvinden, ja, dan moet daarover gesproken worden. En dan kan dat niet zomaar meegaan in een begroting. Dat is wel gebeurd. En als jullie er niet waren geweest, dan hadden wij deze informatie niet gehad. Dus ga door met dit soort dingen onderzoeken, zou ik zeggen.